Er is nog maar weinig animo voor de weekmarkt aan de Generaal Boterstraat in Tongeren. Er komen te weinig mensen boodschappen doen en het aantal marktkraampjes neemt steeds sneller af. Een paar jaar geleden stonden er nog 60 kraampjes, tegenwoordig nog maar 15. Tijd voor verandering. De marktkooplieden willen verhuizen naar een andere plek. Als je blijft staan op een marktplein, wat elk jaar minder wordt, dan kan je beter zeggen, we gaan verkassen naar een nieuwe omgeving. Want in de toekomst zie ik dat wel. Men praat wel over tweeverdieners, maar ook de tweeverdieners moeten eten en drinken. Dus wij moeten daarop gaan reageren. Kijk, zo groot is Stadswijk Tongeren ook wel niet, dat die toch wel meegaan. Die echte marktmensen die weten ons wel te vinden en ik denk wel dat dat een succes wordt. Ik denk alleen dat we er meerdere mensen bij krijgen. Ik denk dat de mensen op de markt komen, dat die blijven. En we hopen om te verplaatsen dat er mensen bij komen. Dat is de insteek om de markt te verplaatsen. De marktkooplieden hopen op een plek in de nieuwbouwwijk Berkelbos. De gemeente moet daar nog eerst een besluit over nemen. En tot die tijd staat de markt dus nog op de oude plek. Of ergens in de buurt. Normaal staat de weekmarkt hier op dit pleintje aan de Generaal Boterstraat. Maar omdat er vandaag kermis is, moeten ze schuiven en staan ze een straat verderop. De mensen die nu hun boodschappen doen op de markt, moeten dus straks een stuk verder voor hun groente en fruit. Nou, voor mij hoeft het niet, want voor mij is het dichtst erbij. Dus in die nieuwe wijk weet ik niet of ik daar naartoe ga. Als ik naar die nieuwe locatie zou gaan, dan moet ik omrijden. Dat is voor mij een nadeel. Maar voordat de markt echt gaat verhuizen, moet er eerst nog wel het een en ander geregeld worden.